Cor de Jong, de aanvoerder van BCV. Zaterdag een fjouwering en overwinning op Hurdegriep. Omstandigheden die weer bijzonder moeilijk. Is het eigenlijk wel verstandig om met dit waar stormachtige waar te voetballen? Ja, we zijn er in ieder geval net beter op. Ik denk wel dat er voetbal weer een maat. Wij als BCV zijn er ook al behoorlijk achterin in onze wedstrijd. Dus ja, trouwens, jongen, ben ik blij dat we voetballen gaan en overwinning mee gaan. Maar dit hier doet net een heel soort met voetbal in de trein. Fjouwer die een overwinning. Wie het geflatteerd of voelt dat het een reële afspiegeling weer van de wedstrijd? Ja, ik vond dat het een reële afspiegeling weer van de wedstrijd. Kwam de eerste helft door een rebound van mijn beste penalty van mezelf kwam op 1-0. Nou, we hebben veel te weinig gecreëerd in de eerste helft. We gingen niet meer op de doelpunt een maatje maken. Tweede helft komen we ja, eigenlijk van de aftrap komen we eigenlijk op 2-0. In de rust wel, mijn koor hebben weer iets verteld dat er echt wel wat meer gebeuren moest. Want Hurdegriep liep volle missie en als ze die wedstrijd winnen moesten dan wij. En ja, de tweede helft wiet eigenlijk oorzom. Ja, dan maken ze dan een aantal doelpunten. En ja, dat wie wordt er echt. Ja, en nou, je richt je vooral op de periodetitel, denk ik nou. We hopen dat we nog een prijsje pakken kunnen dit seizoen. En dat zal wel een periodetitel wijzen, maar dan kan het kampioenschap is voor 4 december.